Stijn, als we naar de kansen kijken, dan had NAC volgens mij gewoon moeten winnen hier in Venlo, of niet? Absoluut, kansenverhouding 5-2, waarvan 5 kansen gecreëerd door positiespel, aanvallend voetbal. En zij 2 kansen met opportunistisch spel. Dus efficiëntie was er niet vandaag, maar goed, ook veel goede dingen gezien. De nul gehouden, beste kansen gehad. Eigenlijk voor de eerste keer, zeker in een uitwedstrijd, in de tweede helft, dominant NAC gezien die op de helft van de tegenstander speelde. En zij die alleen nog maar teerde op omschakeling en stilstaande fase. Dus je doet je vandaag weer net iets te kort, vind ik, met een punt. Ja, de tweede helft was een beetje zeg maar de andere kant als we kijken naar de eerste helft. Hoe bedoel je? Nou ja, het was een beetje omgekeerd. De eerste helft zeg maar, dicteerde volgens mij een VVV de wedstrijd. En na rust NAC. Ja, ik vond dat wij de eerste helft iets te veel schroom hadden om echt te voetballen. Omdat ik vond dat er wel mogelijkheden lagen en kansen. Dat we in de rust nog eens de puntjes op de i gezegd. Van gooi die schroom van je af, want je moet hier niet spelen voor een gelijk spel. We kunnen hier winnen. Ja, in de tweede helft hebben ze dat prima gedaan. Ja, en in die tweede helft lagen de 3 punten binnen bereik. Zeker ook omdat volgens mij NAC een penalty had verdiend. Ja, gewoon 100% strafschop. Ik heb de beelden gezien. Als je niet de intentie hebt om de bal aan te vallen, maar je verdedigt gewoon puur op de man. Je zet je elleboog op riphoogte van Rai, is dat gewoon een 100% strafschop. Ja, heel zuur denk ik, want met 1 punt schiet je natuurlijk niet zo heel erg veel op. Nee, maar goed, het is een moeilijke uitwedstrijd. Tegen een tegenstander die een groot voordeel heeft op synthetisch veld te spelen, zijn dat meer gewoon. Maar ik vind dat wij blijven de juiste stappen maken als ploeg. We houden de nul, de organisatie stond er. Stilstaande fase hebben we zeer degelijk gedaan vandaag. We hebben de beste kansen gehad, strafschop niet gekregen. Ja goed, dan kan je heel veel positieve punten opzoeken. Maar inderdaad, die 3 punten die is er jammer genoeg niet gevolgd. Maar, zeg jij, die 3 punten die komt er nog wel? Ja, als wij zo blijven ontwikkelen. Ja goed, als je het soort voetbal ziet tussen een ploeg die heel veel positieve kritieken krijgt door het aantal punten dat ze hebben.